No, dat staat erop. Hm? Okkitrooi, uitvinden. Nou, zeg eens eerlijk, wat vind je ervan, Nono? Heel mooi, meneer Okkie. Heel mooi. Wat gaat u ermee doen? Dat weet ik nog niet precies. Hé, wacht eens even. Ik heb nog geen puntje op de i gezet. Zo. Kijk, en ook dat ootje, dat kan nog wel een klein beetje ronder, hè? Zo. Ja, nou kan iedereen goed zien dat het koffertje van mij is. Kijk, als je zo kijkt, hè, dan lijkt dat een heel gewoon koffertje, Nono. Maar dat is het niet, hoor. Ah, je moest eens weten wat voor knappe uitvinding Okkitrooi weer onder zijn bolle hoedje vandaan verzonnen heeft. Een uitvinding? Daar hebt u mij helemaal niks van verteld. Nee, Nono, daar is Okkitrooi veel te slim voor. Nou, dan zou ik wel eens willen weten wat voor een uitvinding dat is. Ik zie er niks bijzonders aan. Sst, Nono, niet zo luid. Dat vertel ik je later nog wel eens. Voorlopig mag niemand het weten. Ah, wat flauw. Ja, Nono, als je een beroemd uitvinder bent zoals ik, dan kun je niet voorzichtig genoeg zijn. Leer dat van mij. Maar mij kunt u toch wel vertellen? Uw eigen assistent. Ik heb zelf geholpen het koffertje te maken. Ja, dat is ook zo, Nono. En je hebt niet goed opgelet, want anders had je het al lang geweten. Doe nou, meneer Okkie, vertel het nou. Nee, Nono. Nee, stel je nou eens voor dat we worden afgeluisterd. Dat zou toch kunnen, nietwaar? En dan zou ik mijn geheim kwijt zijn. En daar voel ik niks voor. Niks, niemendal. Nou eens, daar staat me Van Rempel een wildvreemde man zomaar bij meneer Okkie naar binnen te koekeloeren. Is dat even een brutale pottenkijker? Hela, meneertje, wat moet dat daar? Ah, gelukkig, daar is iemand. Duizendmaal gegroet, schone vrouw. Ik aarzel niet mijn hoed voor u af te nemen. Zo blij ben ik dat ik u zie. Wat stond u daar naar binnen te koekeloeren? Wat zegt u? Koekeloeren, naar binnen gluren. Gluren? Bij de baard van Ips, wat een kwalijke gedachte. Ik stond alleen maar even te kijken, om te zien of er niemand thuis was. Ja, ja, dat zal wel. Wie bent u? De fabulonische Marskramer, om u te dienen. Een Marskramer, als ik het niet dacht. Ja, ja, ja. En een die heel wat in zijn mars heeft, hoor. Wacht. Zal ik u eens even laten zien? Geen sprake van, meneer de Marskramer. Maakt u maar liever dat u wegkomt. Aan de deur wordt niet gekocht. Wij houden hier niet van pottenkijkers. Maar schone vrouw... Ik ben geen schone vrouw. Vooruit de tuin uit. Of wilt u soms kennis maken met mijn wezen? Nee. Ik ga al bij de baard van Ips. Wat een kwalijk ontvangst. Wow, die is weg. Zo'n lelijke pottenkijkert. Wat denkt hij wel? Nou hoor, meneer Okkie. Ik vind het maar flauw hoor van u om zo geheimzinnig te doen. Ja, Nono, dat kan ik me voorstellen. Maar je zal toch nog even geduld moeten hebben, hè? Ah, als dat rozemarijntje niet is, dan eet ik mijn bollenhoedje op. Binnen! Dag meneer Okkie. Dag Nono. Ik hoop niet dat ik stoor, maar ik moet hier nodig de boel weer eens opruimen en afstoffen. Tjonge, wat maken die uitvinders toch altijd een rommel? Nou, ontstoor je niet, rozemarijntje. Niet waar, Nono, wij zijn klaar met ons werk. Gaan we dan niets meer uitvinden, meneer Okkie? Nee. Vandaag is het genoeg geweest. Oeh, niet meer. En ik moet nog beginnen. Hé, wat is dat? Gaat u op reis, meneer Okkie? Op reis? Oh, dat koffertje. Nee, dat heb ik zomaar gemaakt. Oh, staat uw naam erop? Ja, die heb ik er zelf op geschilderd. Is knap, hè? Maar u hebt toch geen verf gemorst, hoop ik? Ja, dat zou me niks verbazen. U altijd met uw uitvindingen. Trouwens, hoe kun je nu zo dom zijn om een koffertje uit te vinden? Koffertjes hoef je niet uit te vinden. Die bestaan al lang. Ik heb zelf een hele grote. En als ik op reis ga... Maar praat toch niet zo dom, Rozemarijntje. Zie je dan niet dat het geen gewoon koffertje is? Dat is een hele slimme uitvinding. Ik en meneer Okkie hebben hem samengemaakt. Nou, dan zal het wel wat zijn. En wat is dan het bijzondere daaraan? Tja, dat weet ik eigenlijk ook niet precies. Meneer Okkie wil het niet vertellen. Hij houdt het geheim. Nou, dan mag hij wel een beetje beter uitkijken. Want zweven stond er nog een wildvreemde manier zomaar door het raam te koekeloeren. Het zou me niks verwonderen als hij alles gezien had. Wat zeg je? Een wildvreemde meneer hier voor het raam? Weet je dat zeker? En of?
Maar ik heb hem weggejaagd hoor, met mijn bezem. Hopsakee. Oh, Nono, zie je wel dat het maar goed is dat ik je niks heb verteld. Dat is natuurlijk een spion. Ik hoop maar dat hij weg is. Ik zie niemand. Nee, ik ook niet, maar ik ben er toch niet helemaal gerust op. Weet je wat, Nono, laten wij maar eens in de tuin gaan kijken. Misschien heeft hij zich verborgen. Zo, die zijn weg. Het zijn aardige mensen hoor, uitvinders. Maar een rommel dat ze maken, een rommel. En Rozemarijntje kan het allemaal weer opruimen. Nou, meneer Okkie. Er is hier niemand hoor, ik weet het zeker. Ah, hij heeft natuurlijk de schrik te pakken gekregen van Rozemarijntje in de bezem. Kom maar mee, Nono, we kunnen wel weer naar binnen gaan. Wat doe je nou, Nono, wat heb je? Meneer Okkie. Een hoofd. Hoofd? Je ziet spoken. Nee, vast niet. Spoken hebben niet zulke mooie hoofden. Alle bolle hoedjes in een bolle hoedjesdoos, nou heb ik het ook gezien. Wacht eens even. Ik zal eens even onderzoeken wat er aan dat hoofd vastzit. Ziet u al wat, meneer Okkie? Waarom ga je zelf niet kijken? Je bent toch niet bang? Ik ben bang? Hoe komt u daar nou bij? Maar als u kijkt, hoef ik toch niet te kijken? Er is geen reden om bang te zijn. Er zit inderdaad iemand aan dat hoofd vast. Natuurlijk die spion, maar hij ziet er niet gevaarlijk uit. Wacht maar eens even. Hela, heerschap, kom eens tevoorschijn. Ah, wat zijn dat voor manieren, hè, om je te verbergen en ons te bekoekeloeren? Dat staat helemaal niet netjes, hoor, als je dat maar weet. U moet zich schamen. Die vrouw. Oh, waar is ze? Hij bedoelt Rozemarijntje. Wees maar niet bang, meneer, die is naar binnen. Ah, gelukkig maar. Nou, de vreemdelingen moeten mij maar niet kwalijk nemen, maar ik ben een beetje van haar geschrokken. Hoor je dat, Nono, de vreemdelingen? Dat zegt hij tegen ons, ras-echte kukeltonners. Je zal zelf wel een vreemdeling zijn, meneer. Of wil je soms beweren dat je ook in Kukelton woont? Ach, hoe kan dat nou, meneer Okkie? Dan zouden wij hem toch moeten kennen? Ja, Kukelton? Ah, heet dit plaatje Kukelton, ja. Bij de baard van Ips. Dat is een mooie naam. Ja. En hoe is de uwe, mijn vrienden? Nou, dat zeggen we niet. Nou, waarom niet, Nono? We hebben toch niks te verbergen? Mijn naam is Okkie Trooi, meneer. Ah. Ja, ik ben een hele beroemde uitvinder. En dat is Nono, mijn assistent. Nou, duizendmaal gegroet. Ik ben de fabulolische marskramer, om u te dienen. Ja, dat is allemaal goed en wel. Maar nou wou ik toch wel eens weten wat u hier kwam doen. Hè? Zoekt u misschien iets? Een koffertje of zo? Een koffertje? Oh, nee, wat zou ik daar moeten mee beginnen? Daar heb ik helemaal geen belangstelling voor. Ah. De fabulonische marskramer heeft zijn eigen mars. Zie daar. Oh, wat zou erin zitten, meneer Okkie? Sst, dat wou ik jullie lieden nu precies gaan vertellen. Maar kunnen we niet wat stiller praten? Men zou ons kunnen horen. Zou ik niet liever bij u binnen kunnen komen? Wat vind je, Nono? Hij doet erg geheimzinnig, hè? Nou, ik zal maar voorzichtig zijn, meneer Okkie. Ik vertrouw hem niks. Hij praat zo vreemd. Ja, maar ik wil toch wel heel graag weten wat er in die mars zit, hè? Het is goed, meneer. Komt u maar binnen, hè? Maar denk erom, geen ware streken, hè? Want nee. Okkie Trooi laat niet met zich spotten. Nee. Ik ben benieuwd wat erin zit, meneer Okkie. Ja, ik ook, Nono. Ah, hier ben ik al. Ja, dan moet u eens kijken. Meters. Kaarten, garen en band, potloden. Is dat alles? Zie daar wat u nog nooit gezien hebt. Het wonderbaarlijke, fabulonische fluitenkruid. Vol geheimzinnige krachten en door geen mens nog ooit aanschouwd. Fabulonisch fluitjeskruid? Fluitenkruid, heer Trooi. Fluitenkruid. Vol geheimzinnige krachten. En door geen mens nog ooit aanschouwd? Kom nou, meneer de Marskramer. En u dan? Bent u dan geen mens? Nee, ik ben een Fabuloniër. Dat is heel wat anders. Hier in Kukelton. Kukelton. Oh ja, juist. Kukelton, daar wonen allemaal mensen. Ja, je ziet niet anders. Maar ik kom van Fabulonië. Dus ben ik een Fabuloniër. Het is zo het is. En zo is het. Fabulonië? Nou, daar heb ik nog nooit van gehoord, hoor. Vertel eens, meneer. Ligt dat hier in de buurt? Fabulonië? Bij de baard van Ips. Wat een malle vraag. Fabulonië, heer Trooi, is
Een planeet zoals de aarde. Een grote, ronde bol die in de lucht hangt. Ja, je zou miljoenen kilometers moeten vliegen als je er ooit heen zou willen. Miljoenen kilometers? Ja. Vliegen? Ja. En daar komt u vandaan. Precies. Zal ik u nou eens wat zeggen, meneer de Babylonische maskramer? Okie Troy mag er dan een klein beetje dom uitzien onder zijn bolle hoedje, maar hij laat niet met zich spotten, hoor. Wat jij nou nog? Zo is het, meneer Okie. Het is een gemene bedrieger, anders niet. Laten we maar wegjagen. Gaat u maar weg. Kalm. U vergeet het Babylonische fluitenkruid, heer Troy. Dit wonderbaarlijk gewas. En wat heeft dat er dan mee te maken? Alles, heer Troy. Wie hiervan eet, komt het volgend ogenblik, hup, vloep, op Babylonië terecht. Hup, vloep, op Babylonië? Nou, daar geloof ik niks van. Het is zo het is, en zo is het. Ik weet niet wat ik daarvan denken moet. Vertelt u eens, meneer, is het daar leuk op Babylonië? Oh ja, je kunt er allerlei vreemde avonturen beleven. En daarom ben ik naar de aarde gekomen. Ik zal u zeggen, heer Troy, Babylonië is nog een totaal onbekende planeet. En ik zou wel eens graag willen dat u er een kijkje kwam nemen. Zo. En waarom ik juist? Wel, dat spreekt toch vanzelf. U ziet er het verstandigst uit van alle mensen die ik nog heb ontmoet. Nog. Je kunt zeggen wat je wilt, maar meneer geeft blijk van grote mensenkennis. Maar meneer Okie, u bent toch niet van plan om echt van het gevaarlijke goedje te eten? Nou, dat weet ik nog niet, Nono. Misschien wel en misschien niet. Maar nou, ik erover nadenk, lijkt het me toch wel zo'n reisje naar een andere planeet, hè? Wie weet wat voor prachtige uitvindingen ze daar hebben. Ja, als ik dan terugkom, dan kan ik ze opnieuw uitvinden. En dan word ik nog veel beroemder dan ik al ben. Met u kan ik praten, heer Troy. U bent verstandig. Maar ik vind het dom. Als u maar niet denkt dat ik met u meega. Ik blijf hier, in Kukoton. Het is allemaal bedriegerij, wat ik je broon. Dat is dus afgesproken, heer Troy. U koopt van mij zo'n heerlijk bosje Babylonus fluitenkruid. Oh, niet zo haastig, heer de Marskramer. U hebt nog niet eens verteld hoeveel het kost. Misschien kan ik dat helemaal niet betalen. Het is helemaal goedkoop. 1 enkel stuivertje maar. Een stuivertje, zegt u? Ah, nou, ik denk dat ik dat toch wel heb. Dus even zoeken. Ja. Ah, dat bosje is van mij. Nono, loop toch niet altijd voor mijn voeten. Zie je dan niet dat ik druk bezig ben? Ja. Jij boemt maar en je sopt maar. Het kan je allemaal niet schelen of meneer Okie in gevaar verkeert. Ach, wat, dat moet je zelf maar weten, hoor. Ik heb hem gewaarschuwd. Ja, maar laten we hem dan samen wegjagen, Rozemarijntje. Voor jou is die bang. Wie? Meneer Okie? Hoe kom je daar nou bij? Wel, nee, die Babylonische marskramen natuurlijk. Echt, zo'n vrouw, ze begrijpt er ook niks van. Oh, mijn emmer. En nu weg jij. Straks gaat mijn boel nog omver en dan kan ik weer opnieuw beginnen. Alsof ik het al niet druk genoeg heb. Zo. En nu wil ik geen woord meer horen over die Babylonische marsman. Of hoe die dan ook heten mag. Meneer Okie is oud en wijs genoeg om te weten wat hij doet. En trouwens, hij gooit niet zoals jij altijd weer mijn emmers omver. Nog. Oh, meneer Okie. Kijk nou eens wat hij doet. Nog. Hij is weg. Gelukkig. Nee, je begrijpt het niet goed, Nono. Hij is niet zomaar gewoon weg. Nee, hij is helemaal weg. Zomaar vloep naar Babylonië. En meneer Okie, begint u nu alweer? U hebt zich bij de neus laten nemen. Daar ben ik niet zo zeker van, Nono. Die Babylonische marskramer is een heel bijzonder iemand. Weet je wat hij deed? Hij nam een hap van dit bosje, zo, hap, en hoep, vloep, verdwenen was hij. Ik geloof er niks van. Jij, Rozemarijntje? Ach, wat. Zomaar, weg, voetje. En bent u nou echt van plan om daarvan te eten? Nou, nee, Nono, ik heb een veel beter idee. Weet je, je kunt er ook een drankje van maken, heeft die meneer mij gezegd. Ja, dan smaakt het niet zo sterk, hè? Ja, eens even kijken. Nou, als u maar niet denkt dat ik van dat druppeltje ook maar één, van de drankje ook maar één druppeltje zal drinken. Maar dat hoeft ook helemaal niet, Nono. Ik weet niet eens of ik er wel van drinken zal. Maar daarom kunnen we dat drankje toch van maken. Ja, ik ben tenslotte uitvinder. Of ik ben het niet waar. Kom, Nono, loop jij nou eens even naar de keuken. Haal daar een litertje water, 2 pannetjes, een zeefje en een trechtertje, hè? Schiet op. Zo, eens even kijken. Ja, dan zullen we toch eens kijken of we dat drankje kunnen maken, hoor. Dat moet toch helemaal niet moeilijk zijn. Zo, ja, precies. Kijk eens even. Dat zal best lukken, denk ik.
Oh, oe, wat is hier warm, hè? Ja, ik kan toch niet mijn hoedje afnemen, want wat is Okkie Troy zonder een bolle hoedje, nietwaar? Zo, nou is het wel fijn genoeg, denk ik. Goed zo. Nono, daar ben je alweer, hè? En heb je alles, Nono? Ik geloof het wel, meneer Okkie. Nou, goed zo. Prachtig, dankjewel. Laten we nou eens even kijken wat er verder gebeuren moet, hè? Ja, men nemen het fijn gesneden fluitenkruid en werpen het met een fikse zwaai in het water. Oh, nou, kijk eens aan. Dat is gauw genoeg gebeurd. 1, 2, hoepsakee. Dat is heel eenvoudig. En nu, meneer Okkie? Nou moet het, eens even kijken, hoor, op mijn brief. Ja, nou moet het nog even blijven staan. Trekken noemen ze dat, want anders wordt het te sterk. En daarna moet het door een zeef. En is het dan klaar? Nee, dan moet het nog in een fles. Waarom? Ja, omdat het anders niet goed blijft. Ja, maar waar halen we nou weer een fles vandaan, hè? Oh, wacht eens even. Ja, ik heb daar nog een lege limonadefles. Ja, als je wat bewaart, dan heb je nog eens wat, hè? Nou, Nono, schiet op. Zou je niks doen? Ja. Haal die fles, gauw. Zo, nou is het wel lang genoeg getrokken, denk ik. Want al te bitter is ook niet lekker. Zo, eens even kijken, hoor. En nou moet het door de zeef. Nono, opgelet, hoor. Daar gaat hij. Zo. Nou, het ruikt in ieder geval lekker. Maar u drinkt er toch niet echt op, hè, meneer Okkie? Nou, misschien wel en misschien niet. Nono, dat weet ik nog niet, hè. Zo. Nou, je moet het zelf maar weten, hoor. Ik zou het niet durven. Wie weet hoe gevaarlijk het is op Fabelonië. Ach, wel nee, Nono. Die Mars Kramer heeft me verteld dat Fabelonië een prachtige planeet is. He, nog mooier dan de aarde. Ja, en je kunt er allerlei vreemde avonturen beleven, heeft hij gezegd. Nou, en dat lijkt me wel, hè. Ja, op Kukulton, hier is het dikwijls maar een saaie boel, nietwaar? Zo. En hoe lang zou je dan wegblijven, meneer Okkie? Een paar maandjes of zo. Oef, het is lang. Zeg, meneer Okkie? Ja? Als u nou straks op die rare planeet bent, hè, hoe komt u dan weer terug? Terug? Nou, gewoon. Gewoon? U kunt toch niet vliegen? En Fabelonië is hier wel miljoenen kilometers vandaan. En door de lucht nog wel. Tja, dat is waar. Daar heb ik zo gauw niet aan gedacht, Nono. Ja, dan zouden we dus weer zo'n bosje van dat fluitenkruid moeten hebben. Ja, en misschien... Is dat wel erg schaars, hè? Ziet u nou wel, meneer Okkie? Ja. Die Fabelonische Marskramer heeft u gewoon in de val willen lokken. Ik heb altijd wel gedacht dat hij niet te vertrouwen was. Ach, Nono, zou je dat denken? Hè, wat jammer is dat nou, ik had juist zo'n zin gehad in dat reisje, hè? Nou ja, daar is dan niks aan te doen, dat moeten we maar eens een andere keer, hè? Zal ik dit dan maar weggooien? Wel, nee, Nono, waarom? Dat hoeft toch helemaal niet? Wel, nee, als je er niet van drinkt, kan er niks gebeuren, nietwaar? Laat maar rustig staan. Het is precies limonade, hè? Meneer Okkie, hou op. Ik zou best zin hebben in een echt glaasje limonade. Het is zo warm hier. Jij brengt me op een goed idee, Nono. Wacht, ik zal Rozemarijntje even waarschuwen door mijn pratofoontje. Ah, dat is een mooie uitvinding. Ik zal hem even instellen. Zo. En hier. Ik hoef hier alleen maar in te praten en Rozemarijntje kan me horen. Let op, Nono. Hallo. Hallo. Hallo, Rozemarijntje. Met meneer Okkie. Okkie. Nou hoor, ik ga maar naar buiten. Ja, Rozemarijntje, juist. Rozemarijntje, wil je even een paar glazen limonade brengen? Neem maar zelf ook maar eentje, hè. En breng het ons even hier, wil je? Dankjewel, Rozemarijntje. Zo. Nono, hier is het beter dan binnen, hè. Oef, 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 wat is het warm. Och, Rozemarijntje begrijpt wel dat we naar de tuin gegaan zijn, hè. Ik hoop maar dat ze gauw komt. Ja, ik ook. Waar zijn ze nou? Zeker in de tuin. Ja hoor, daar zitten ze. Tjonge jonge, wat hebben uitvinders toch een leventje. Oh, twee flessen. Ha, dat had ik moeten weten dat hier nog limonade stond. Nee hoor, Rozemarijntje, breng maar in de tuin. Ik moest alleen hier even naar mijn verderkijkertje zoeken. Waar heb ik dat nou toch gelaten? En dat is juist een van mijn meest geliefde uitvindingen.
Ah, gelukkig, daar zie ik het. Oh ja. Mijn verder kijkertje is een bijzonder slimme uitvinding, hè? Ja, daarmee kun je kijken dwars door alle muren heen. Ah, ja. Hé, hey, wat zie ik nou? Twee flessen limonade. Hahaha, die rozemarijntje, zegt, die maakt het bont, hoor. Twee flessen limonade. Maar wacht eens eventjes. Rozemarijntje zal zich toch niet hebben vergist? Ach, maar dat is verschrikkelijk. Ze heeft het verkeerde drankje in de glazen gedaan. Rozemarijntje, no, Rozemarijntje. Oh, Rozemarijntje, gelukkig ben je daar nog. Waar is Nono? Oh, meneer Okkie. Doe nou, Rozemarijntje, zeg dan iets. Waar is Nono? Hij is weg, helemaal weg. Hij nam een slok van zijn limonade en hup, vloep, weg was hij. Kijk maar, zijn glas staat er nog. Oh, en ik dacht nog wel dat het zulke een lekkere limonade was. Rozemarijntje, dit is geen limonade. Geen limonade? Maar dat kan toch niet? Ik heb het zelf ingeschonken. Je hebt je vergist met de flessen, Rozemarijntje. Dat is verschrikkelijk. Als u maar weet dat het uw eigen schuld is, u altijd met uw uitvindingen. Wie zet er nou zo'n gevaarlijke fles op tafel? Ja, maar Rozemarijntje, ik zeg toch ook niet dat het jouw schuld is. Maar laat me nu even nadenken, hè. Eens kijken, wij moeten natuurlijk Nono helpen. Maar hoe? Die arme Nono, waar zou die nou zijn? Ja, ik ben bang op Fabelonië. En dan te bedenken dat hij juist zo gehecht was aan Kukelton. Fabelonië? Kwam die nare Marskramer dan niet vandaan? Ja, en dat is hier miljoenen kilometers vandaan. Maar er gaan toch wel treintjes naartoe? Was dat maar waar? En vliegtuigen? Ook niet. Nee, Rozemarijntje. Ik ben bang dat er maar één oplossing is. Ik zal mijn glaasje ook moeten leegdrinken. Dat meent u toch niet? U wilt toch niet verdwijnen? Maar Rozemarijntje, het is de enige manier om ook op Fabelonië te komen. Bij Nono. Oh, en ik dan? Moet ik dan helemaal alleen achterblijven? Ja, Rozemarijntje, het spijt me wel, maar er zal niks anders op zitten, nietwaar? Ja, of jij moet misschien trek hebben om ook jouw glaasje leeg te drinken. Oh nee, nee, daar begin ik niet aan. Te gevaarlijk. Nou, Rozemarijntje, kijk me dan nog maar eens goed aan. Dan ga ik. 1, 2... Oh, wacht eens even. Ik zou eigenlijk wel graag mijn nieuwe koffertje willen meenemen, Rozemarijntje. Oh, je koffertje. Ja, ik zal het even voor u halen. Ja. Oh, en Rozemarijntje, breng er ook mijn parapluutje mee, hè? Ja, wie weet is het een beetje regenachtig op Fabelonië, net als hier in Kukelton. En dan zou zoiets zeer wel van pas komen. Ja, nou, Rozemarijntje, nou moet je wel opschieten. Want wie weet wat er intussen allemaal gebeurd is met die arme Nono, hè? Zo, is het niet verschrikkelijk, meneer Okkie? Ah. We zijn op Fabelonië. Eerst u en toen ik. Oh, hoe moet dat nou? Ik wil terug naar Kukelton. Op Fabelonië? Weet je dat zeker? Oh, mijn arme hoofd. Oh, ja, u hebt een hele smak gemaakt hoor, meneer Okkie. Veel harder dan ik, gelukkig. Oh, nou ja, al mijn ledematen zitten er nog aan. Nono, weet je zeker dat je je niet vergist? Zijn we hier op Fabelonië? Nee hoor, kijk maar wat daar staat. Hè? Ach, ja. Welkom op Fabelonië. Inderdaad, Nono, je hebt gelijk. Wat staat er onder verboden toegang? Hé, dat is merkwaardig. Hoe kun je nou ergens welkom zijn als je er niet komen mag? Maar nou ja, Nono, we zijn er. En dat is de hoofdzaak, hè? Ja. Het lijkt wel of u het leuk vindt. Ach, Nono, je moet de dingen nou eenmaal nemen zoals ze zijn, hè? Er is niks aan te doen. Ik wil terug naar Kukelton. Gelukkig, dat is ook nog allemaal bij elkaar. Wat zei je, Nono? Terug? Ja, ik ben bang dat dat niet zo 1, 2, 3 zal gaan. Hè? Dan zullen we toch eerst de Fabelonische Marskramer moeten vinden. Die gemeene bedrieger. Het is allemaal zijn schuld. Ik wilde helemaal niet naar Fabelonië en nu ben ik er toch. Hoe kan dat nou? Weet u wat ik denk, meneer Okkie? Mm-hmm. Het komt allemaal van die limonade. Daar zat zo'n raar smaakje aan. Dat was geen limonade, Nono. Geen limonade? Nee. En Rozemarijntje? Rozemarijntje heeft zich vergist, Nono. Ze heeft per ongeluk het verkeerde drankje in de glazen geschonken en jij hebt ervan gedronken, hè? En u dan? Ik ook, maar later pas, Nono. Toen ik ontdekte dat jij weg was, hè? Tja, we konden je toch niet zomaar in de steek laten, nietwaar? Nou, het is me wat moois. Zit Rozemarijntje nog lekker op de aarde en wij zitten hier. Had ik dat drankje nou toch maar weggegooid? Dan zien we Kukelton misschien nooit meer terug. Ach, kom. Niet zo somber, Nono. Daar vinden we heus nog wel eens wat op, hoor. Ja,
Alleen, we weten niet welke kant we op moeten, hè. Jammer dat hier niemand is om aan de weg aan te vragen. Eindelijk, eindelijk, dat werd tijd. Hé, hey, wat krijgen we nou? Waar komt die opeens vandaan? Ik schrik mijn aap. Wie ben jij? Mannetje wegwijs, zo waar ik het zeg. En als u verdwaald bent, dan wijs ik de weg. Oh, dat is aardig, hoor je dat, Nono. Maar je hoeft niet alles te rijmen, hoor. Praat maar gewoon, we verstaan je toch wel. Als mannetje wegwijs iets zegt, is het waar. Dag, heren. Mijn taak is bijna hier klaar. Zo. Nou ja, zoals je wilt. Rijm dan maar. Maar het lijkt me lastig, hoor. Laat maar, meneer Okkie. Als u ons de weg maar kan wijzen. Ja. Wij willen naar de aarde. Naar Kukkelton. Weet je waar dat is? Ah. Mannetje wegwijs. De aarde. Wie zal mannetje wegwijs geloven? De aarde, dan moet u een heel eind naar boven. Ja, natuurlijk, Nono, dat weten we toch. Dan moeten we door de lucht vliegen en dat kan nou eenmaal niet. Nee, we kunnen hem veel beter vragen of we de Babylonische Marskramer misschien kunnen vinden. De Marskramer, zegt u. Opgepast. Dan moet u die kant op. Dat vindt u vast. Die kant op? Uh-huh. En dat weet u zeker? Als mannetje wegwijs iets zegt, is het waar. Uh-huh. Dag, heren, ik ga weer. Mijn taak is hier klaar. Ah, wat heb ik ooit? Wat een raar, man. Zouden ze allemaal zo gek doen hier op Babylonië? Ik weet het niet, Nono, maar ik weet wel welke kant we nu op moeten en dat is heel belangrijk. Ja, laat het maar gauw gaan, meneer Okkie. Ja. Ik voel me hier niks op mijn gemak. Ten slotte is het hier nog steeds verboden toegang. Ja, ja. Nono, wij gaan. Hm? Zo. Hela, waar gaat dat heen? Zo, dan ben ik nog juist op tijd, hè? Kunnen de heren smokkelaars dan niet lezen, hè? Hebben ze dat bord dan niet gezien? Smokkelaars? Hoe durft u? Hoe durft u, zegt u dat wel? Smokkelen en dat nog wel op Babylonië? Zo'n brutaliteit heb ik als grenswachter nog nooit meegemaakt. Maar er zijn grenzen, meneer. Wat dacht u wel? Maak dat koffertje maar eens gauw open. Eens kijken wat daar allemaal in zit. Dat koffertje is leeg, meneer de grenswachter. Ja, dat zal wel. Nou, kijk u dan zelf maar. Warrempel zegt, hij heeft gelijk. Het is leeg. Wat een rare smokkelaars. Wij zijn geen smokkelaars. Nou, dat is een mooie boel hier, zeg. Als dat zo door moet gaan, kunnen we nog wat beleven. Zo. En wat bent u dan wel? Wij zijn kukeltonners. Ja. Eerlijke, brave kukeltonners. Ja, zo is het. Wij komen van de aarde en wij wisten niet dat het hier verboden toegang was. Zo. Nou, dan zal ik het voor deze keer maar geloven hebben. Maar laat ik het niet weer merken. Precies. Wat zeg je daarvan, Nono? Kom, laten we nou maar gaan, meneer Okkie. Straks komt hij nog terug. Nou, en wat dan nog? Ik ben niet bang. Ik laat me niet wegjagen door een Babylonische grenswachter. Nog niet door 100 Babylonische grenswachter. Nee, Nono, ik heb een ander idee. Wij gaan eerst een stukje eten. Zo, alsjeblieft. Hap. Maar dat koffertje was toch leeg? Haha, die Nono. Heb je het nou nog niet door? En je bent er nog wel zelf bij geweest. Ja, Nono, dat koffertje is leeg wanneer iemand anders het openmaakt. Maar wanneer Okkie Trooi het openmaakt, is het vol, Nono. Met heerlijke, verse krentenbollen. Ja, je bent uitvinder of je bent het niet. Hop!